De problemen van het openbare vervoer over de brug van Themse trokken de aandacht van de mobiliteitsexperten van de Gentse Rijksuniversiteit. In de trek op 4 naar het uur, die moet wachten op 2 treinen die toekomen in een om 57 gesprekken. Dus over honderden mensen die dus verplicht zijn om met een auto tot hier te komen, wat hier is geen aansluiting aan het station en thuis. Dus dat is een van de belangrijkste problemen. Dus met andere woorden, die kliniek sluit hier en de mensen moeten eigenlijk naar de overkant geraken en ze raken. Ik heb vanavond een hele gedreven groep ontmoet die al 5 jaar bezig is om voor een zaak te vechten. En er zijn verschillende opties die wij kunnen uitproberen om deze groep te helpen. Dus ik denk aan een netwerkoptimalisatie. Daar wil ik wel eens een keer kijken of we daar wat stevig onderzoek kunnen gaan doen. We kijken naar alternatieve wegen om gewoon de mobiliteit hier in de regio sterk te kunnen verbeteren. Ik denk misschien ook om gewoon eens een keer echt te meten wat hier aan de hand is. En te kijken in hoeverre we kunnen komen tot een beter inzicht in waar dan de problemen daadwerkelijk zitten en hoe uiteindelijk je ook daaruit materiaal kunt krijgen om andere partners mee te overtuigen. En ik denk toch dat we misschien iets kunnen betekenen in het ontwerp van het ontwerpen aan deze regio die breder is, denk ik, dan alleen het mobiliteitsvraagstuk, maar een aantal fundamentele kwesties hier in dit gebied aankaarten. Prima, heel erg bedankt.